Nou, Walter Everhart, dank dat u ons bij u in uw fraaie huis wilt ontvangen. Zoals ik had gemaild, het ADNG geeft een serie boeken uit over grondleggers van de psychologie, onderwijskunde en pedagogiek. Daar is net het eerste deel van verschenen met onder andere Waterink en Revees en Roels. En bij dat boekenproject zijn we ook een oral history project gestart, waarin zo'n 20 à 25 emeriti hoogleraren psychologie geïnterviewd worden en terugblikken op hun carrière. Nou ja, het is zeg maar ter verhoging van het historisch bewustzijn van de komende generatie psychologen. En we beginnen altijd met als eerste vraag, zou u iets kunnen vertellen over uw achtergrondmilieu waarin u bent opgegroeid? Ja. En wat het uiteindelijk maakte dat u psychologie ging studeren? Ja. Ik ben opgegroeid in Hulst in Zeeuws-Vlaanderen, vlak bij de grens. Ja. En dat heeft op zich een interessante geschiedenis. Ja. Mijn vader is geboren in 1907, mijn moeder in 1909, al bij overleden. En mijn vader woonde in Hulst, is daar ook opgegroeid. Maar in 1914 is de familie van mijn moeder gevlucht uit België naar Nederland. En die kwamen in de buurt van Hulst terecht. Ja. En toen is mijn moeder nog wel op school geweest in België. Ja. Dat bleef een heel belangrijke oriëntatie natuurlijk voor hun. Ze bleven Belgen. Ja. En toen wat later na de oorlog was er in Hulst, begon middelbare schoolachtige opleiding werd aan gedacht. En er kwam een handelsdagschool. Dat was een voorloper van wat nu het lyceum is. Ja. En mijn vader en moeder zijn allebei naar die handelsdagschool gegaan. Ja, ja. En daar hebben ze elkaar leren kennen. Ja. En mijn moeder is daar niet zo lang gebleven. Mijn vader wel. Ja. En die is daarna, na die handelsdagschool, is die boekhouder geworden op een fabriek in Sint-Jansteen. Dat is vlakbij de grens. Daarvoor zijn zij, omdat het in de crisistijd was, zijn zij naar Antwerpen gegaan met z'n tweeën. Toen ze van school af waren. Ja, ja. En eigenlijk vlak na hun schooltijd. En toen wilden ze daar een groentewinkel beginnen, omdat er was echt geen werk te krijgen in de buurt van Huls. Ja. Maar die groentewinkel, dat liep natuurlijk ook niet zo heel goed. Het was op de Bergense Steenweg. Daar hebben ze een jaar ongeveer gezeten. Ja. Toen kwam er een mogelijkheid voor mijn vader om terug te gaan naar dat gebied van Hulst. Ja. Omdat Nederland toen een belastingfaciliteit had, waardoor Fransen fabrieken net over de grens konden zetten en hadden een enorm belastingvoordeel. Ja. En in een van die fabrieken is mijn vader gaan werken. Dat was een tapijtfabriek. En daar heeft hij het grootste deel van het leven gewerkt. Ah, ah. En wij woonden eerst in Sint-Jansteen. Ja. Daar ben ik ook geboren. Ja. En daarna zijn we naar Hulst verhuisd. Ja. Dat is allemaal vlakbij. Ja. En daar zijn we op school gegaan, naar het lyceum. En na dat lyceum, mijn broer ging naar Utrecht, was iets eerder dan ik, een jaar eerder. En ik ben ook naar Utrecht gegaan. Ja. De neiging was daar om naar Nijmegen te gaan, het was allemaal katholiek. Ja. Maar wij wilden dat niet. Ja. En wij kozen Utrecht. Ja. Ik heb Utrecht, in Utrecht wilde ik chemie doen, ik wilde biochemie, wilde ik vallen. Want ik deed thuis allerlei proefjes met petrischaaltjes, deed ik thuis allemaal. Exact uit de samengaan, middelbare school. Ja. Ja. En wanneer bent u naar Utrecht gegaan? Welke 58. 58. Ja. En u bent uit 1940? 37. 37. En daarna, ik ben na de middelbare school in dienst geweest, twee jaar. Ja. En toen ben ik naar Utrecht gegaan. In Utrecht wilde ik die chemie doen. Ja. En ik had een bejaarclubgenoten die dat ook deden. Maar dat was ontzettend saai, want het praktische wat je moest doen was eigenlijk allemaal titreren. Ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat is een hele basale handeling in de chemie. Ja. Dan moest je titreren en allemaal van dat soort dingen doen. We kregen ook natuurkunde en dan moest je proefjes doen met schakelingetjes maken en dan zien of de lamp aan of uit ging, zulke soort dingen. En ik vond, dat was echt, de hele middag zat je op het lab om dat soort dingen te doen, practicum, en 's morgens had je college. Ja. En ik zat in een jaarclub waar ook een heleboel psychologie studenten in zaten. En die deden niks. Nee. Welke jaarclub was dat? Hoe heet die jaarclub? Dat weet ik niet meer. Okay. Dit bestaat niet meer. Dus. Maar toen je vroeg welke psychologie studenten? Arend-Jan ten Hagen. Nee, ik denk dat je ze niet kent. Het zijn geen mensen die bekend geworden zijn. Maar die, en ook de sociologen zaten en dat soort mensen. En die hadden allemaal 3 uur college in de week. En verder niks. En ik dacht, ik ben toch gek dat ik dat ik zo hard werk. En toen ben ik de psychologie gaan doen.
Dat was puur de reden. Dat was geen intellectuele belangstelling, nee. maar eigenlijk een soort... Ja, dat was makkelijker. Ik had toen helemaal nog geen idee van wat ik wilde eigenlijk. En toen kwam ik bij de psychologie. En dat is heel snel gegaan. Ik heb dat in 4 jaar ongeveer gedaan. Ja. Terwijl dat toen gewoon was om daar 8 of 7 jaar over te doen. Ja, welke hoogleraren zaten daar in die periode? Je begon bij het kandidaat, dat deed je toch vooral bij psychonomie. Het college van Linschoten bijvoorbeeld, heel fantastisch. Ja. En er was al heel snel het idee van, dat vond ik heel interessant, dat ik dat ook wel wilde. En toen had ik mijn kandidaat gedaan en toen kon ik op een heleboel plekken assistent worden. Ik weet nog, bij Kiek van der Meer, die gaf statistiek, die van zo ontzettend leuk vinden als ik bij haar kwam. En er waren mensen van andere afdelingen bij psychonomie die dat wilden, maar Jos Duikhuis wilde dat ook wel. En ik had toen wel het idee, therapie lijkt me wel aardig om dat te gaan doen. Maar ik zat ook met die experimentele neigingen. Toen heb ik uitgebreide nevenrichting, dat ging toen zo, je deed een hoofdrichting en een uitgebreide nevenrichting, experimentele gedaan. En toen ben ik eigenlijk bij klinische blijven hangen. En geprobeerd daar experimenten van de grond te krijgen. Toen in 1960, dat was nog niet zo lang na mijn afstuderen, verscheen het boek Abnormal Psychology van de Maudsley Groep. Ik weet niet of je dat boek kent, maar het was een fantastisch boek. En dat was eigenlijk wat ze nu experimentele psychopathologie noemen. Yeah. Dat was in dat boek eigenlijk al weergegeven. En ik vond dat geweldig, omdat bij klinische, bij Jos Dijkhuis, was het allemaal betekenis, verhalen. Dat dateerde nog uit die fenomenologische... Ja, niet eens fenomenologisch, maar hij was zelf analytisch van origine. Ja. Ja. En geloofde niet meer zo in die strikte analyse, maar had het idee dat in therapie verhalen gemaakt worden door mensen. En dat als dat verhaal voor jou acceptabel is, dan kun je daarmee verder. En hij had niet het idee van dat waar moest zijn of dat precies moest passen in de analytische theorie. Als het maar jouw waarheid is. Precies, als het voor jou maar waar is. Maar ik vond dat een soort slappe toestand. Toen kwam de chemicus omhoog. Ja. En het was ook zo, er was een heel sterke neiging toen om de betekenissen voor op te zetten. En de feitelijke of experimentele dingen, dat vonden ze allemaal reductionistisch. En zo, hè. Die sfeer was er toen heel erg. Ik ben toen begonnen omdat ik werd daar ook medewerker. Ja. Dat was mijn eerste baan. Ja. Maar dat ging toen... Promotie dus. Voor mijn promotie. Dat ging eigenlijk allemaal een beetje vanzelf toen, hè. Er was toevloed van meer studenten, dus we hadden medewerkers nodig, dus bijna iedereen kon medewerker worden. En ik dacht toen in het vervolg op dat boek Abnormal Psychology, ik ga proberen die experimentele methode ook in individuele gevallen toe te passen. Dat heb ik ook gedaan. Dan deed je bijvoorbeeld proefjes met mensen die hysterische blindheid hadden en dan liet je een lamp branden en die lamp die was dan signaal voor iets wat ze zouden krijgen of kunnen doen. En dan bleek die lamp natuurlijk wel te zien, dat was heel duidelijk. Zulke soort dingen deed je dan. En ik heb daar stukjes over geschreven. We hadden een mededelingenblad bij psychologie. En in het begin vonden ze het heel gênant dat ik dat allemaal deed. Want zij impliceerden dat ik daarmee hun werk afkeurde. Dat was natuurlijk ook zo. Maar dat deed ik niet hardop. Ik deed gewoon wat anders. En dat gaf problemen. Met Jos bijvoorbeeld. Dan moest ik toch bij hem komen, want ik was een positivist en dat was niet zo best. Maar in zijn ogen. Leefde dat echt zo sterk? Ja, dat leefde heel sterk. Dat leefde heel sterk. En dat kun je bijvoorbeeld nog zien. Ik heb een boekje van Kouwer en Linschoten. Ja. Ken je dat boekje? Dat gaat over dit soort problemen. En dan een van de dingen die in dat boekje voorkomt, is heel interessant. Dan, ze hebben het over zingeving, ze komen uit de fenomenologie. Ja. Linschoten was dan niet echt bijgedraaid via William James, maar dat kwam toen wel. Maar toen hadden zij bijvoorbeeld in dat boekje hadden ze dan een tekening van een fiets die over een lantaarnpaal lag. Dit is de lantaarnpaal, ligt daar een fiets overheen. En dan kon je dat alleen maar begrijpen volgens hen als je de betekenis van dat hele verhaal zou kennen. Maar de onlogische toestand, dat kon niet in reële zin. En dat boekje, dat is interessant geweest, want ik heb dat nog, ik zou het kunnen zoeken, maar het leuke daarvan was dat was een soort naweeën van de fenomenologie. En daarna heb ik tentamens gedaan bij Linschoten, toen was hij al bezig met die colleges over die idolen. Ja,
Die had hij al gedaan. En toen, nou, dat was gewoon allemaal experimenteel werk bij hem. Het was heel duidelijk. Ja. En in dat boek Idolen had hij ook de gedragstherapie kort gememoreerd. En toen was in Nederland die gedragstherapie al geïntroduceerd. Ja. En ik ben daar toen mee doorgegaan. Omdat het paste prima bij die experimentele aanpak. En dat betekende dat we in die periode... Ik hoorde niet bij de groep van Jos Dijkhuizen, dat was duidelijk. Er was toen een heel erg revolutieachtige sfeer in de psychologie, zeker in Utrecht. En er was een groep die heette Arbeid en Bewustzijn. Heb je dat ooit gehoord? Die groep had een zeg maar, je kunt wel zeggen, een marxistische opvatting over de psychologie. Ja. En wat zij deden was proberen om die kritiek die zij hadden op de positivisme, op de fenomenologie, om dat uit te dragen in wat zij deden. En ze deden dat heel fel, met protesten in colleges. En het was echt niet plezierig altijd. Maar dat leverde in Utrecht een soort tweedeling op. Ja. Er ontstond een groep die gewoon de traditionele experimentele psychologie of sociale psychologie deed. En een groep die met hun was in de alternatieve psychologie dingen. Was die voortgekomen uit de industriële psychologie? Wie? Die groep, die marxistische groep? Nee. Die was de tijdgeest. Ik denk gewoon de tijdgeest. Was een aantal mensen die ze daar, bijvoorbeeld bij ontwikkelingspsychologie zijn een paar mensen. Willy Bart, ik weet zijn naam niet meer, de achternaam, maar die was daar erg in. En er was een Oostenrijker die in die pedagogiekgroep kwam, of de psychologie, ontwikkelingspsychologiegroep, en die was daar ook in mee. Mm-hmm. En zij organiseerden als het ware dat verzet tegen de gewone psychologie. Je had toen allerlei boeken, kritische psychologie, dat soort boeken, dat paste er allemaal bij. En welke periode spreken we? Dat is 1869, die tijd, de Parijse Revolutie tijd. Ja, toen hadden we dat ook bij ons. Ja, ja. En die waren dus ook, waren die invloedrijk binnen de... Nou, die hadden, ja, ze probeerden invloed te krijgen in de psychologie, maar dat was heel weinig. Omdat de mensen die experimentele dingen deden, die waren solidair met elkaar. En dus, ik voel me ook solidair met Chef Slange, Jaap Robby, dat soort mensen. Want die werden geattaqueerd. En het betekende dat wat die groep deed, heel slim, die gingen proberen niet meer om de psychologie, al heel snel de psychologie te attackeren, maar ze probeerden beleidsposten te bezetten. Krzyzewski, heb je wel eens van Krzyzewski gehoord? Die zit nu in Rotterdam op bij het verslaafde projectengebied. Maar dat was een heel typisch voorbeeld daarvan. Hoorde ook bij die groep, Arbeid en Bewustzijn. En die werd al heel snel werd die secretaris van de faculteit. En, weet je, op die manier de invloed uitoefenen. Ja, en al die mensen zochten dat soort rollen. Om op die manier invloed uit te oefenen, toch binnen de psychologie. Heel Sovjet-achtig, hè? Ja, precies. Maar zoals menig student, klinisch psycholoog wordt om therapeut te worden, denk ik nog altijd. Bij u is het eigenlijk volstrekt toeval geweest dat u... Op de middelbare school was nooit iets van ik wil later mensen gaan helpen. Nee, puur toeval dat u via de chemie... Ja, de club van medestudenten. En tijdens uw studie waren, de naam Dijkhuizen is al gevallen, Linschoten, waren er tijdens uw studie en het boek Abnormal Psychology, zijn dat... Linschoten was heel belangrijk. Dat ziet u wel als een inspiratiebron, die heeft wel de liefde voor de psychologie. Ja. Kan u daar iets over vertellen? Het interessante bij Linschoten was dat hij in dat boek Idolen pakt hij problemen aan en discussieert hij op een hele kritische manier. En dat maakt het leuk. Want verder hadden wij als literatuur bijvoorbeeld boeken over karakterologie van Duitsers. En die moest je helemaal bestuderen, maar dat was allemaal maar opnoemen en klassificeren. Er was weinig te begrijpen, zeg maar, op grond van die boeken. Terwijl Linschoten probeerde je te helpen om te begrijpen wat er gaande was in een heleboel zaken. Dat vond ik heel interessant. Maar het was ook, denk ik, voor een deel geïnspireerd op het feit dat de tegenstelling tussen de verhalen, zeg maar, en de versteende psychologieachtige dingen en de meer experimentele zaken. En ik kwam al heel snel in die gedragstherapie terecht. Ja. Dat ben ik toen gaan propageren en weer zo'n mededeling over gemaakt over hoe de gedragstherapie in elkaar stak. En daar kwam belangstelling voor bij studenten.
al heel snel. Ja. En er ontstond in de klinische psychologiegroep een tweedeling. Jos Dijkhuis had de mensen die interactieachtige dingen deden, relatietherapie, ja, zo'n soort zaken. En ik had een groep die meer gedragstherapie, experimentele dingen deed enzovoort. En toen, dat is een van de leuke dingen in die geschiedenis, dat toen dacht ik op een gegeven moment, nou, we moeten zorgen dat het niveau wat omhoog komt. En toen heb ik voorgesteld aan die mensen waarmee ik samenwerkte om een kraakgroep te formeren. En daar bedoelden we mee dat het een groep zou zijn die kritiek gaf op onderzoeksvoorstellen. Ja. Alleen maar om ze te verbeteren, niet om te prijzen of zoiets, maar kritiek om de voorstellen te verbeteren. Ja. En dat heeft een paar jaar gewerkt en dat werkte geweldig. Veel van die mensen zijn hoogleraar geworden. Emmelkamp, Van Son, Peggy Cohen-Kettenis, die zaten allemaal in die groep. Ja, ja. Dus dat heeft goed gewerkt. Ja. Maar toen was dat spoor van die gedragstherapie was er. En ook de experimentele benadering was er. Ja, daar ben ik dan mee doorgegaan. Maar je bent alleen de grondleggers van de gedragstherapie? Nou, er zijn een aantal mensen geweest die daarmee bezig waren. Er waren mensen die waren naar Amerika geweest voor Pelgrim bijvoorbeeld. Die had bij Wolpe een tijdje gewerkt. Ja. En die bracht dat idee hier. Maar heeft daar verder niet zo heel veel mee gedaan. Er was Pim Neuteboom, heeft daar wat aan gedaan. En toen was dat idee daar. En Wolpe kwam hier op bezoek. Ja. Die gaf hier een workshop. En allerlei mensen die daar belangstelling voor hadden voor die gedragstherapie kwamen daar ook. Dat was in Heilo, dat was zo'n workshop. Ja. Dat was desensitisatie achteraf, dat belachelijk wat daar gebeurde. Maar dat was wel voor ons een hele belangrijke stimulans om daarmee door te gaan. En we leerden elkaar kennen. We wisten wie dan met de gedragstherapie bezig waren. En dat is eigenlijk het begin geweest van die hele beweging. En toen werkte u in die tijd ook aan uw proefschrift? Ja, ja. Dat, hoe ging dat met elkaar? Want u bent bij Dijkhuis gepromoveerd. Ja. Nou, en u had af en toe conflicten met hem? Nou, je mocht toen eigenlijk niet promoveren. Dat was toen. Oh, dat was niet, nee, dan kwam je boven de gas. Ja, ja. Is dat zo? Ja, ja. Is dat zo? Ja, dat was. Was dat in de hele Nederlands biologie of was dat specifiek? In Utrecht was het zeker zo. Dat eigenlijk niet kon. Volgens mij de hele wetenschapswereld in die tijd. Ja, en ik dacht, ik doe het. Ik wil het. Dus ik doe het. En dat was ook ik had een onderwerp gekozen uit gedragstherapie. Ja. Toen was het idee dat bij chronische patiënten, die zaten te suffen in die grote paviljoens, dat is nu onvoorstelbaar, maar dat was toen zo. Ik werkte toen in een dolder. En dan deden we gevalsstudies, diagnostiek, zulke dingen. En dan had je enorme paviljoens. En daar zaten allemaal patiënten waar niemand mee wist wat hij daarmee moest. Want er was geen medicatie die ze verbeterde, ze konden ze kalm houden en dat was het. En in feite zat daar het hele psychopathologieboek van Rümke. Dus ik had bij Rümke college gelopen, psychopathologie. Ja. En daar worden allerlei verhalen over patiënten verteld. Die worden ook opgevoerd in die boeken. En die zag je dan weer in Den Dolder. Want die zaten daar te wachten tot ze op college moesten opdraven. Om hun kunsten te vertonen. En ik dacht, nou, toen was er een beweging in die gedragstherapie. Dat je misschien wel wat kon met reinforcement-achtige dingen. Iets doen met die mensen. Ja. En daar is mijn proefschrift op gebaseerd. Ik ben een operant conditionering gaan doen met die mensen. En daar is later dan een heel paviljoen waar dat principe gebruikt werd. Ja. Maar toen was ik er eigenlijk alweer af van dat idee. Ja. Maar dat is wel daar gebeurd. Ja. Ja. Dat was mijn promotie-idee. En u bent in 1970 ben ik gepromoveerd. Ja, ja. En toen, vlak daarna, zijn we begonnen met in die gedragstherapie, die kraakgroep, en de gedragstherapie aanvragen te doen bij NWO om experimenten te doen op het gebied van de gedragstherapie. Dat waren meestal vergelijkende studies van methoden op effect. Emmelkamp was de eerste promotie, Van Zon was de promotie, die deed agorafobie, fobieën deed Emmelkamp. Maarten van Zon deed sociale angst, en Peggy Cohen heeft ook op sociale angst bij kinderen, en zo ging dat verder. Ik ben toen we bezig waren met die gedragstherapie, kreeg ik belangstelling voor die seksologie. Dat kwam eigenlijk door een psychiater in een dolder, die een analyticus, die bij sommige mensen problemen had en dan kwam hij niet verder. Ja. En daar praatte ik af en toe mee en dan zei hij, waarom doe jij niet die seksuele patiënten met gedragstherapie, dat seksuele probleem? En toen zijn we dat gaan doen. Of ik ben dat gaan doen. Maar dat is puur toeval geweest ook gewoon. Dus omdat hij dat voorstelde, ja. Ja. Wie was deze analyticus? Hoe heet hij? Dat is een Joodse man. Nee, ik weet zijn naam even niet meer. Nee. Ik kan er wel op komen, maar ik weet het nu niet.
En toen dacht ik, nou, we kunnen ook die in 1970, ja, ja. 66 was het eerste boek uitgekomen van Martin Johnson en 70 was het in Nederland ook dat boek. En toen dacht ik, waarom zouden we die methode niet ook gaan proberen in die experimentele opzet? En toen zijn we vergelijkende studies gaan doen. En voor die jeugdige generatie psychologen die daar dit interview gaan kijken, wat, ja. wat was ongeveer een beetje die methode? En Martin Johnson, dat was op zich heel interessant. Die wilde onderzoek doen over de seksuele respons. En die hadden dat in Amerika, die werkte in St. Louis. Ja. En die noemde dat de Reproductive Physiology Foundation. Dus Reproductive Physiology Foundation, zoiets. En zij suggereerden dat ze reproductieve dingen gingen onderzoeken, maar ze deden gewoon fysiologisch onderzoek over seks. Ja. En die nodigden allerlei mensen uit in hun lab en registreerden die responsen. En dat is heel interessant. Wat zij deden was allerlei vormen van stimulatie van die mensen bij elkaar en bij zichzelf laten uitvoeren. En wat zij rapporteerden was hoe succesvol al die manipulaties waren. Dat wil zeggen in termen van de respons en het bereiken van orgasme. En ze hadden maar heel weinig missers, want ze hadden natuurlijk enthousiaste vrijwilligers die daar kwamen. Ja, ja. En wat je ook weet is variatie in seks maakt juist dat je makkelijker respondeert. Dus dat ging allemaal heel goed in die foundation. En toen hebben ze op grond daarvan, daar is het boek Human Sexual Response uit voortgekomen. Ja. Dat was hun idee van hoe dat werkte en fysiologisch in elkaar zat. Dan hebben ze daarna een therapiemethode bedacht om de mensen waarbij die fysiologie niet werkte of waarbij die respons niet werkte, om dat te herstellen. En daar hadden ze een hele slimme methode voor bedacht. Een van de dingen die zij merkten bij die mensen die problemen hadden met seksualiteit was dat die mensen die willen seks en die letten heel erg op hun seksuele reactie. En dat is helemaal tegengesteld aan wat er normaal gebeurt. Want normaal gebeurt het gewoon aan je, ja? En die respons komt ook vanzelf, omdat het voor een groot deel geautomatiseerd is. En dat was bij die mensen niet zo. En toen hadden zij bedacht, nou, dan moeten we toch weer proberen om die mensen van dat focus op die respons af te krijgen. En toen hebben zij een methode bedacht waarbij ze die mensen eerst elkaar lieten strelen en dat aangenaam, om dat aangenaam te vinden. En daarbij niet de geslachtsdelen aanraken, of secundair geslachtsdelen, borsten bijvoorbeeld. Ja, ja. En als dat lukte, als ze dat aangenaam vonden, dan mochten ze dat wel doen. En het was een slimme truc, want als je dat accepteert, dan komt die respons natuurlijk vanzelf weer, als je de geslachtsdelen aanraakt. Ja, ja. En dat was de essentie van die therapie, zeg maar. Ja. En toen hadden ze allerlei houdingen bedacht, dat was een soort acrobatiek om de coïtus ook te kunnen doen. Want je moest dan van dat strelen naar die coïtushouding. En daar hadden ze dan allerlei dingen voor bedacht, van hoe je dat zou kunnen doen. Maar dat was een soort acrobatiek die dan die patiënten moesten uitvoeren. Tenminste, voor veel mensen was dat zo. Ja. Het interessante was, laat ik het ook aan vertellen, wij dat begonnen te doen, voor de andere experimenten, dat kon meestal gewoon op de kamers van mensen gebeuren, de therapieën, die experimentele therapieën ook, maar hiervoor wilden we toch een wat specifiekere setting hebben. En toen hadden we aan het college van bestuur via de vakgroepen of van het instituut gevraagd om een ruimte om die experimenten te doen, die vergelijkende studies over seksuele respons. En merkwaardig genoeg kregen we daar een huis voor toegewezen, twee verdiepingen in een huis vlakbij het instituut. En we hadden uitgelegd hoe dat werkte, dat je, wat Mas en Johnson deed was heel slim, die bespraken de problemen met de patiënten afzonderlijk, vormden zich dan een idee over wat er volgens hun aan de hand was en ze legden dat voor aan die patiënten. En dat was eigenlijk een idee om die patiënten te motiveren. Zo groot het verhaal van de patiënten was. En te betrekken bij. Ja, als die patiënten mee eens waren, waren ze ook gemotiveerd om mee te werken. En dat heette een rond-de-tafel-conferentie. En toen vroegen wij dat aan en kregen dat van het college ook. En toen kregen we van de mensen die voor de infrastructuur zorgen aan de universiteit de vraag hoe groot die rond-de-tafels moesten zijn. Wat voor bedden er in die kamer moesten staan. Hadden wij helemaal niet over gehad. Natuurlijk soort dingen. Maar daar, in dat huis hebben we toen veel van die experimenten gedaan. En dat is wonderbaarlijk goed gegaan. Dat moet een bevrijdend boek zijn geweest, denk ik. Masters and Johnson. Ja, misschien wel taboe doorbrekend. Ja, zeker. En toen kwamen natuurlijk, ik deed dat samen met Herwie Schacht. Dat was een medewerker uit België die gekomen was. En toen verschenen we van Nederland, had je ook van die kleine cursiefjes, weet je wel, onder die tekeningen van Peter Vos. En dat Everhard en Schacht, Everhard en Schacht, maakten we dat nog wel. Ja. En in het blad van de universiteit
die wist het ook van dat huis, kwam een heel groot artikel met allemaal spuitende penissen. En dat in die tijd kon dat allemaal, van wat we daar gingen doen. Was er ook kritiek op dit onderzoek, vanuit misschien protestants-christelijke hoek? Nee, dat is wel geweest. We deden toen wel workshops met de studenten, dat was toen een idee. Om mensen wat vrijer te maken met hun seksualiteit, hadden we sexual reassessment sessions. Dat was typisch iets Amerikaans. Mm-hmm. En dan werden mensen overspoeld met porno, seksuele handelingen. Allemaal aan die tijd, ja. Dat komt nu niet meer voor, denk ik. Of op een andere manier. Ja, en dat deden wij ook. En toen nodigden we op een gegeven moment ook Wilhelmus uit. Die had een blaadje en dat heette Chick. Ken je dan nog? Joop Wilhelmus. Ja, Joop Wilhelmus. In Dordrecht in Den Haven. Ja? Oh, dat weet ik niet. Ik had een abonnement. Daar hebben we mee gesproken over die reassessment. En hij wilde wel films vertonen. Ja, ja. En hij had dan films. Dat was echt gênant. Maar het was wel leuk dat hij dat deed. Dan had hij een vrouw gevraagd om te masturberen. Ja. En dan zet hij de kamer alleen maar op de vagina van die vrouw en die vinger. Dan zag je 5x3 vagina en vinger. Hard werk. Ja, het is al begonnen. Dat schilderij dat in Parijs hangt. Dat weet ik niet. Ja, de wereld heet dat. Het is ook alleen een vagina van een vrouw. Dat is echt heel mooi om te zien. Ja, hij postte in Breda bij middelbare scholen om actrices ik kom uit Brabant en er ging een verhaal over die man in die tijd. Maar dat werd op een gegeven moment werd dat bekend dat wij dat deden. Ja. En toen zijn er inderdaad door de SGP of zo in de Kamer vragen gesteld of het nou wel kon dat in Utrecht Wilhelmus aan de universiteit doseerde. Ja. Ja, ja. Dat kwam omdat hij dat gezegd had. Hij zei dat hij aan de universiteit in Utrecht doseerde. Ja, hij probeert ook wat. Hè? En dit was medio jaren 70? 70, begin 70. Ja. En allemaal, en u bent op een gegeven moment naar Amsterdam gegaan in. Dat is later. Kijk, ik denk dat die experimenten en die therapieën, want het was toen zo dat je deed die therapieën. Ja. Maar er waren natuurlijk altijd mensen die niet pasten of niet geïncludeerd konden worden in die experimenten. En die deden dan daarnaast deden daar therapie mee. Die boden ook wel therapie aan. Dat was toen ook vrij gewoon om dat te doen. En dat, daar rekende je niks voor. Of, maar je gaf zelf ook therapie wel? Ja. En toen kwam ook snel de officier van justitie verwezen mensen die iets misdeden. Yeah. Bijvoorbeeld exhibitionisten, dat soort mensen naar ons. Daar hebben we ook een tijdje therapie mee gedaan. Maar voor mij was het toch zo dat na een jaar of wat, ik het idee, dit is van een saaiheid. Want kijk, als je 100 keer een erectiestoornis besproken hebt met iemand, dan kun je bijna helemaal voorspellen wat hij gaat zeggen. Dus dat was voor mij zo. Dus ik vond het op een gegeven moment niet spannend meer of zo. Dus, en ik dacht, het komt ook niet vooruit. We kwamen ook niet vooruit. Het typische was dat waar je wat verder mee kwam, waren mensen die goed gemotiveerd waren om wat te doen en die geen ruzie hadden, paren. Maar mensen ruzie hadden en seks probeerden te gebruiken als middel om weer te lijmen. Dat kon je al vergeten. Dat was helemaal niet. Hadden Mas en Johnson ook gezegd. Die zeiden ook van mensen die niet willen werken aan die seksualiteit, die kunnen beter naar een jurist gaan om de echtscheiding te regelen. Dan te proberen die seks voor elkaar te krijgen. Maar goed, dat was zo. En ik vond het op een gegeven moment toch niet interessant meer. En ik dacht, we moeten proberen verder te komen. En het enige wat we kunnen doen, is onderzoek doen over wat daar gebeurt. En dus we zijn begonnen met onderzoek te doen over aandacht en seksuele respons. Zulke soort dingen. Met Joost Dekker heb ik dat gedaan. En zo kwamen we langzamerhand, we kregen een fysiologisch lab. En toen is de psychofysiologie goed van de grond gekomen. Heeft u ooit zelf contact gehad met Masters & Johnson? Dat u bij ze op bezoek bent geweest? Nee. Ik heb ze wel op congres meegemaakt. Ja. Maar ik ben niet bij ze op bezoek geweest. Want Johnson is nog niet zo lang geleden overleden. Ja. Maar er waren toen andere mensen die dat overnamen. Kaplan bijvoorbeeld, die heb ik wel ontmoet. En die gebruikte dat concept van hun, maar was meer een psychotherapeut. Zij was analytica van origine. En een van de belangrijkste dingen die zij ondersteunde, was het idee dat Mas en Johnson allemaal mensen kregen die eigenlijk geen conflicten hadden in de relatie en wel aan de seks wilden werken. Maar het belangrijkste in de gewone praktijk is dat mensen conflicten hebben en niet aan seks willen werken. Geen zin is vaak een strijdmiddel natuurlijk in een relatie.
En dat begreep zij heel goed. En fase John sprak ook nooit over zin en seks. Dat was geen probleem bij hen. Maar zij introduceerde die fase zin en seks als een probleem. Ja. En dat is ook in de DSM gekomen. En dat is eigenlijk nog steeds het belangrijkste probleem, zin en seks. En je hebt bij mannen is erectiestoornis. Dat is voor een groot deel opgelost door de Viagra-toestand. Alhoewel het ook niet bij iedereen werkt, maar het werkt bijna bij iedereen goed. En iedereen is daar ook tevreden over. Bij vrouwen is zin en seks een heel belangrijk probleem. Daar heeft Adriaan Tuiten het nodige aan gedaan nu. En misschien wordt dat wat in de praktijk. Maar de situatie is eigenlijk nog steeds niet zo heel erg veranderd. En wij wilden door dat psychofysiologisch onderzoek te doen, daar wat aan doen. En dat hebben we gedaan door te kijken naar aandacht, de relatie tussen wat mensen zeggen over hun beleving en wat de fysiologische zin is. Zulke soort dingen allemaal. Daar is Ellen Laan bijvoorbeeld erg mee bezig geweest. En later werd dat dopamineonderzoek, wat Stephanie Bol deed, en daar is ze nu nog mee bezig. Zulke soort zaken. En wanneer bent u precies naar Amsterdam gegaan? Dat was 85. Toen was Barendrecht een paar jaar weg. Daar heb ik overigens ook vaak mee gesproken over die gedragstherapie met Barendrecht. Ja. En Barendrecht die had ook een groot fobieproject precies. opgezet ja. in Amsterdam. Ja. Ja. Maar die had meer een idee van, dat was een soort gok, hè, dat fobieproject. Van je weet niet welke variabelen een rol spelen, laten we alles maar onderzoeken. Dat was niet mijn strategie, maar dat deed hij. Een beetje schieten met hagel. Wat? Een beetje schieten met hagel. Bijna. Maar het is ook niet echt van de grond gekomen, helaas, toen. Er zijn wel een aantal mensen die wat gedaan hebben op dat gebied, maar als project is dat niet erg doorgezet. Maar je kon wel met hem heel goed praten over experimentele dingen. Dat was heel leuk om met hem erover te praten. En ik kwam in Amsterdam, toen was hij weg. De mensen deden daar veel gedragstherapie, dus ik had ook het gevoel dat ik wel welkom was daar. Ja. En toen was net de reorganisatie gaande in de psychologie. Toen werden afdelingen psychologie afgeschaft in stukken. Utrecht werd afgeschaft. De klinische psychologie in Amsterdam zou moeten stoppen. Bij de VU ook. Dat was dat in het kader van de voorwaardelijke financiering? Nee, dat kwam daarna. Dat kwam daarna. Dit was de reorganisatie, zeg maar, dat ze minder afdelingen wilden, daarop wilden besparen. Ja. Was een crisis in die periode, toch? Ja. Tweede helft jaren. Ook in de tijd dat andere grafieken werden opgegeven. Ja, precies. Maar toen werd in Amsterdam al gezegd, nou, jullie blijven gewoon, dit maak je maar geen zorgen. En toen is er veel gesproken, onderling ook, en eigenlijk is er niet veel veranderd. En de klinische psychologie bestaat overal nog en gaat overal gewoon verder. Maar dat was het begin, dus het begon heel conflictueus eigenlijk. Het houdt op, maar het hield niet op. En toen kwam de voorwaardelijke financiering. Dat was heel pijnlijk, omdat het opvallende, en dat is nu onvoorstelbaar, maar dat was ook in Utrecht zo. Als je zoekt naar publicatie van mensen in de groep van Jos Dijkhuis, die zul je niet vinden. Publicatie van mensen in Amsterdam, in de groep van Barendrecht, amper. Dat was toch geen gewoonte. Waarom, weet ik niet precies, maar er was geen prikkel. Terwijl ook de groot in Amsterdam zat en die zei gewoon van ja. Die deed dat wel. En er waren een aantal mensen, Nico deed dat ook. Niet gepubliceerd onderzoek is geen onderzoek. Ja, maar toch, het gebeurde niet. En met die voorwaardelijke financiering werd dat wel nodig, want je kon alleen maar iets krijgen in die voorwaardelijke financiering als je liet zien dat je wat deed. Ja. En dat er productie was. Daarna zijn ook onderzoeksvisitaties gekomen waarbij dat allemaal rolt, maar dat ging toen allemaal veel makkelijker. Maar dat was dus heel pijnlijk, want je moest dus uitmaken wie van de medewerkers kon bijdragen aan die voorwaardelijke financiering en wie niet. En er waren mensen die vonden dat ze niks anders hoefden te doen dan wat ze altijd gedaan hadden. Nou, die konden echt niet meedoen. Dus het was maar moeilijk. En pijnlijk. Ja? Wat is u specifiek nog bijgebleven? Dat we een aantal mensen niet opnamen in. We namen een aantal mensen niet op in die voorwaardelijke financieringsgroep. En die mensen vonden dat heel vervelend. Die dachten, ja, ik mag niet meer meedoen. Dat was ook zo. We wilden niet dat zij meededen. En dat heeft een hele tijd geduurd, want die voorwaardelijke financiering bepaalde toch voor een deel, zeg maar, wat voor taakstelling je kreeg. Dat ging daar allemaal invloed op uitoefenen. De mentaliteit werd wat harder, wat zakelijker. Veel harder. Veel harder en zakelijker inderdaad. En dat is eigenlijk alsmaar doorgezet in de loop van de tijd daarna. Ja. En hoe stond u daar tegenover? Ik was het er helemaal mee eens.
Nee, ik wil dat nog steeds. Kijk, ik denk dat als je goed onderzoek wil doen, dan moet je in een goede groep zitten. Ja. Met allemaal mensen die ook goed onderzoek doen. Want dan wordt het wat. Want je moet al heel bijzonder zijn in je eentje om heel veel te kunnen presteren en op dat gebied. Meestal doe je dat door beïnvloeding door anderen. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. En wat is voor u het criterium, goed onderzoek? Wat is voor u het criterium? Wat is goed onderzoek? Onderzoek wat mensen lezen en waar mensen mee doorgaan. En wat problemen helpt oplossen. Dat is goed onderzoek. Als u terugblikt op uw carrière, wat zou u nou als uw belangrijkste boek, artikel beschouwen? Ik denk de artikelen die we gemaakt hebben en hoofdstukken en boeken over. We hebben veel reviews gedaan. Ja. Op dat gebied, op het gebied van die seksologie. Dat is tamelijk belangrijk geweest. En kan u een concreet onderzoek noemen van dit is nou echt een baanbrekend inzicht geweest? Bijvoorbeeld over die relatie tussen de fysiologie, de seksuele fysiologie en wat je voelt. Yeah. Dan moet je methode bedenken om te kijken of je de fysiologie kunt veranderen of het subjectieve gevoel kunt veranderen en kijken hoe dat elkaar wederzijds beïnvloedt. En toen hadden we bedacht dat een methode zou zijn om habituatie als paradigma te gebruiken. Want daar de fysiologie wordt minder. Ja. En dan kun je kijken of dat invloed heeft op wat mensen zeggen over wat ze voelen. En dat zijn de experimenten die Ellen gedaan heeft, Ellen Laan. Ja. En dat is heel cruciaal geweest. Want dat heeft erg geholpen om duidelijk te maken dat er een discrepantie is tussen het subjectieve gevoel en die fysiologie. Ook bij mannen. Bij mannen was altijd het idee van, ja, mijn man is zo duidelijk, die krijgen een stijve en dat draagt bij natuurlijk aan wat ze rapporteren over wat ze voelen. Maar ook bij mannen klopt het niet altijd, maar beter, veel beter dan bij vrouwen. Een man heeft een erectie, dan zou je denken, die man heeft zin in seks, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Nee. Maar bij mannen klopt dat beter dan bij vrouwen. Bij vrouwen is het veel problematischer de relatie tussen fysiologie en wat ze beleven of wat ze gebruiken voor hun beleving, om het zo maar te zeggen. Ah, maar is het eigenlijk gewoon niet een enorme illustratie van het lichaam-geestprobleem, dat onderzoek? Dat is een beetje uit lichaam-geest, denk ik. Ja? Omdat, kijk, die psychologische verschijnen, alles gebeurt in je brein. Ja. Dus ook wat je produceert aan beleving, is wat je brein produceert aan kennis over wat er gebeurt op dat moment. Het is een waarneming. Ja? En die waarneming is gebaseerd op bepaalde dingen die je waargenomen hebt, bepaalde stimuli. En het idee is bij seks dat mensen seksuele gebeurtenissen waarnemen in hun lijf en die rapporteren. Maar dat is dus niet altijd waar. Ze rapporteren ook over de omgeving, over de aantrekkelijkheid van de persoon. Als je als vrouw kijkt naar een seksueel getinte film. Ja. En de vrouw wordt vochtig, maar ze heeft niet echt zin in seks. Ja. Dat is toch dat lijkt een soort van tegenstelling. De oplossing voor dat soort problemen is dat we bijvoorbeeld ook in de onderzoeken van Ellen, maar daarvoor ook al in het onderzoek van Joost Dekker, bemerkten dat een groot deel van die respons gaat automatisch. Dat is ook maar goed, want de natuur regelt dat beter dan we dat zelf regelen. Dus het betekent dat het begin van die respons eigenlijk altijd optreedt buiten je bewustzijn van dat je respondeert. En je wordt je pas bewust van de respons als die een bepaalde intensiteit gekregen heeft. Dat geldt voor vrouwen, maar dat geldt ook voor mannen. En dat kan betekenen dat een vrouw, dat je opwinding bij een vrouw kunt registreren, maar dat ze nog helemaal niet met seks bezig is. En dus inderdaad ook nog geen zin heeft. Ja. Dat is dus niet wonderbaarlijk. Dat is voor mij heeft dat betekend dat ik, toen we daar verder in kwamen, toen verscheen op een gegeven moment, en dat was in 1994, een artikel in Nature van mensen uit, waar is dat, die zaten in Amerika, in Californië, Irvine, Cahill en McGow. En die hadden onderzoek gedaan waarbij ze mensen een serie plaatjes vertoonde en bij die plaatjes maakte ze een verhaal wat neutraal was en een verhaal wat emotioneel was.
En toen gaven die mensen een beta-blokker en keken wat die invloed van die beta-blokker was op de emoties die optraden bij het verhaal en de mate waarin het verhaal onthouden werd. Want het idee bestond al langer, ja, dat emotionele verhalen beter onthouden worden dan niet-emotionele, ja, verhalen. Dat geldt voor iedereen. Ja. Ja. En toen ontdekten ze dat de propranolol invloed had op het onthouden. Dus dat het onthouden van die emoties of van die emotionele plaatjes minder werd als je die propranolol had. En op die neusalen had het geen invloed. En ik dacht, dat is interessant, want dat betekent dus dat emoties maken dat je het goed onthoudt. En in seks moet dat ook een rol spelen, op twee manieren. Er zijn mensen die hele negatieve emoties meemaken bij seks. En die onthouden dat ook en die hebben nooit meer zin of weinig. En voor andere mensen, als het positief is, moet dat ook bijdragen aan je herinneringen over belevingen. En toen ben ik ook onderzoek begonnen te doen over geheugen en emoties. En hebben een paar, Anna van Steger heeft dat gedaan. Merel Kind is daar nu nog mee bezig met dat soort dingen. Op haar eigen manier overigens. En dat is interessant onderzoek, want dat zou kunnen duidelijk maken dat de cognities die je hebt over seksualiteit, ik zie dat als een waarnemingsprobleem. Wat je beleeft is het waarnemen van dingen om je heen op grond van wat je weet. Ja? Je neemt niet waar wat je niet weet. En dat speelt voor seks natuurlijk ook. Dus het is heel begrijpelijk, vrouwen die negatieve ervaringen hebben meegemaakt, dat is hun kennis over seksualiteit. Dus als die iets van seks tegenkomen, precies, ja. En het is interessant om te kijken of je die herinneringen zou kunnen beïnvloeden. En toen was alleen nog die propranolol, maar intussen zitten ze al op de eiwitten van de cellen waar je altijd aan moet doen. En daar zit ik in moleculair biologische dingen, daar zit ik niet meer in. Maar dat gaat vrij hard, dat gebied. Verwacht u dat die herinnering te beïnvloeden is? Nou, wat in ieder geval te beïnvloeden... Nee, het idee is, wat te beïnvloeden is, is die fysiologie die samenhangt met die emotie. Dus wat je kunt beïnvloeden waarschijnlijk is de lichamelijke respons die optreedt in confrontatie met een bepaalde stimulus. Die kun je in ieder geval verminderen. Waardoor het geheugen minder geactiveerd wordt? Nou, waardoor je het niet vergeet. Maar waardoor het minder met ellende gepaard gaat. Hij wordt minder heftig. Ja, precies. Hij wordt wat gedempt als het ware. Ja. Ja. Maar is dat ook niet iets wat gewoon over de tijd gebeurt? Bij een aantal dingen wel. Bij de meeste mensen gebeurt dat ook. Als je de literatuur kent over posttraumatische stressstoornis. Er zijn een heleboel mensen die maken heel traumatische dingen mee. Nee. En bij veel mensen is dat na een aantal maanden is die respons al veel minder dan. Maar bij een aantal niet. Dan blijft het hangen. En dan ontwikkelt het zich tot een PTSD. En over die mensen gaat het natuurlijk vooral als je denkt over het beïnvloeden van het emotionele geheugen. Ja. Nou, dit is onderzoek waar u erg positief op terugkijkt. Ja. Is er ook wel eens onderzoek geweest dat u dacht, nou, dat had ik eigenlijk achteraf beter niet kunnen doen. Dit is gewoon mislukt. Een verkeerd idee, een verkeerd spoor. Nee. Maar wel een moeilijk spoor. Dat idee van die waarneming hebben we veel gebruikt in onderzoek. Want dat wat ik zeg over die seksuele respons kun je ook toepassen op lichamelijke klachten. Ja. Symptoomwaarneming, dat hebben we ook gedaan. Maar dan is het ingewikkelder dat als je symptoomwaarneming doet, ja, dan moet je experimenten doen waarbij je zorgt dat er niet allerlei cues al aangereikt worden in het experimentele paradigma, waardoor mensen die waarneming kunnen sturen. Dus dat is een probleem daar en dat soort dingen. En er is één medewerker geweest in Amsterdam die dat gedaan heeft bij astma. Ja. Dat was Simon Rietveld. Ja. Winnaar van die alternatieve Nobelprijs ook. Ja, precies. Die had een ingenieursdiploma voordat hij psychologie ging doen. Ja. Die is psychologie gaan doen omdat hij blind werd. En dat bij psychologie heb je je ogen kennelijk niet zo hard nodig. Of kun je met zonder die ogen ook heel wat bereiken. Maar het opvallende was dat hij dingen deed waar wij van denken, nou, daar moet je toch van kunnen zien. Dus hij wilde bij die astma mensen onderzoek doen over hun astmatische respons. En zijn idee was dat mensen, dat is over niet van hem alleen, dachten meer mensen, dat mensen stress en astma-respons verwarren. Dus dat mensen die astma hebben, als die gestrest worden, zullen ze eerder zeggen dat ze een astmatische respons hebben dan mensen die geen astma hebben.
En hij moest bedenken hoe je dat nou kon meten. Want als je meetmethode gebruikt, waardoor mensen weten, oh, nu heb ik een astma, dan rapporteert ze gewoon wat er gemeten wordt. Dus hij had bedacht dat je dat anders moest doen. Hij had longgeluiden. En omdat hij technisch heel goed thuis was, kon hij spectraalanalyse doen van longgeluiden. Ja. Spectraalanalyse betekent dat je de frequentie van het ademhalingsgeluid neemt en dan zoekt naar geluiden die specifiek voorkomen bij astma. Ja? En eventueel bij stress. En zo kon hij dus nagaan of mensen inderdaad een specifieke astma-respons vertoonden lichamelijk of niet. En dan deed hij experimentjes waarbij die mensen onder stress bracht, astma-patiënten. En dan kon hij dus vertellen of ze nu een astma-aanval hadden gehad of niet. En voor die mensen zelf was het heel stuitend, want die dachten natuurlijk dat ze een astma-aanval hadden. Hij zei, nee, het is niet zo. Dat soort dingen. Maar daar zag je inderdaad, dat is inderdaad interessant, dat vanuit het waarnemingsperspectief, mensen nemen waar en rapporteren daarover. Maar daar kun je dus in vergissen. Dat is bij die symptoomwaarneming een tamelijk belangrijk punt. Dat hebben we ook gedaan bijvoorbeeld met opvliegers, project. Ook bij opvliegers is het zo dat weten veel vrouwen die opvliegers hebben in hun menopauze, die weten dat stress zorgt dat ze weer een opvlieger hebben. Of een bepaald, de onderzoekster die dat deed, Ingrid Bakker, die wist dat haar moeder, die had opvliegers in die tijd, die wist als ze haar moeder een glaasje rode wijn aanbood, dat ze dan onmiddellijk een opvlieger kreeg. Dus het was kennelijk uit te lokken. En zij heeft dus ook experimenten gedaan met stressinductie en kijken naar die opvliegers. En daar bleek weer precies hetzelfde. Dat vrouwen die in die postmenopauze zitten en die opvliegers hebben, veel sneller opvliegers rapporteren dan de fysiologie wel vertoont. Zij konden, bij die opvliegers kun je dat was ook weer zo'n probleem van meten. Dan moet je de kerntemperatuur, want de gewone oppervlaktetemperatuur, dat werkt niet. Dat is geen indicator van een opvlieger. Je moet de kerntemperatuur meten. En dan moet je in het oor de kerntemperatuur meten. En die vrouwen die dat onderzoek deden, Ingrid deed dat met andere vrouwen samen, die konden dus op grond van het fysiologisch protocol voorspellen wanneer die vrouw een opvlieger had. Want een opvlieger had dan steert de kerntemperatuur. Ja. Dat was heel mooi. Ja. Maar dat was dus een ander gebied. Dat gebied is niet mislukt, maar het is ongelooflijk ingewikkeld om daar wat te doen. En tegenwoordig is het zo dat er al onderzoek is aan het genoom om te kijken of er toch bepaalde voorwaarden zijn die sommige mensen maken dat sommige mensen dingen makkelijker waarnemen dan anderen of eerder waarnemen. Dus het is een heel ingewikkeld gebied. En het is eigenlijk psychosomatiek waar dit over gaat. Deed u liever onderzoek of gaf u ook heel graag onderwijs? Ja, onderwijs vond ik prachtig. Ja? We hebben die gedragstherapie, die is vooral van de grond gekomen. Omdat ik op een gegeven moment dacht, wat we moeten doen, is een cursus organiseren over die gedragstherapie. En dat was in het begin, ja, wat moest je doen? Er waren nog maar een paar boeken over gedragstherapie. Dus wij hebben toen bedacht dat we in ieder geval de gedragstherapie-methoden, de therapie-methoden, die zouden kunnen onderwijzen. En dat we wat we zouden kunnen doen is iets aan diagnostiek. En wat we wilden, het ideaal was dat het allemaal experimentele psychologen zouden zijn die zo met patiënten aan de gang zouden gaan. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Het zijn mensen die geïnteresseerd zijn in therapie en dit wel willen gebruiken om therapie te doen. En dat is een groot verschil, want dan moet je ze elke keer toch weer drukken op het feit, ja, maar het moet wel verantwoord en het moet precies volgen de regels. Maar die cursus hebben we gedaan en die werd enorm succesvol. Dat heeft ontzettend veel mensen in de gedragstherapie gehaald in Nederland. En hetzelfde hebben we eigenlijk gedaan met seks. En op een gegeven moment waren we een tijdje met die seks bezig en dacht, het is misschien wel leuk om te laten zien dat seksologie inderdaad interdisciplinair geheel is. En toen hadden we al samenwerking met mensen van het AMC. Ja. En toen hadden we een collegereeks gemaakt waarin we allerlei mensen uitnodigen die iets vertellen over hun opvatting over seksualiteit en seksuologie. En wat voor soort mensen waren dat? Allerlei mensen. Uit het hele land kwamen studenten. Daar hebben we ook de onderwijsprijs toen voor gekregen van de psychologie. Ja. Omdat, ja, er trok waanzinnig veel studenten. Het was hartstikke leuk. Ja. En wanneer was dit? Dit loopt nog. Die cursus loopt nog, volgens mij. Nu doet Mark Spiering dat met mensen, denk ik. En dat is gaan lopen denk ik vanaf 86, 87, al vrij snel toen ik dat was, zijn we dat gaan doen. Ja. 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 U heeft geen test of zo ontwikkeld, hè? Nee,
Nee. Nou, wij probeerden wel met die fysiologie, Erik Jansen heeft dat gedaan. Wij probeerden op een gegeven moment te kijken of we een diagnostiek zouden kunnen ontwikkelen voor mannen met erectieproblemen. Bij mannen met erectieproblemen doen zich problemen voor ook weer van dat toeschouwersrol, hè, wat Mas en Johnson al hadden. Mensen gaan naar hun respons kijken en zeggen, ik wil een erectie. En wij zeiden al, ja, dat kan als dat een hele opwindende gedachte is, ik wil een erectie, dan zal het wel gaan. Maar meestal is het tegengesteld. En toen heeft Erik experimenten gedaan waarbij hij probeerde om die censored focus, of dat afleiden van de aandacht, om dat te onderzoeken en te kijken of we daar een protocol van konden maken. Ja. Maar dat heeft wel een tijdje gewerkt, maar toen kwam die Viagra en toen was dat eigenlijk allemaal niet meer nodig om dat zo te doen. Want nu kun je een beetje Viagra geven en dan zie je wel of die man een erectie krijgt. Ja. En als dat zo is, dan kan hij het daarmee doen als hij dat wil. Ja. Maar het is nog steeds zo dat voor de psychologische benadering van erectiestoornissen zijn we niet veel verder gekomen. Ja, ja. Volgt u de psychologie nog nauwgezet? Ja, zeer. Ja, ja. Omdat in verband met mijn werk in Almere moet ik dat wel doen. En het werk dat we doen met Stefanie, ik hou al die dingen bij. Ja. Ik hoop dat ik nog een tijd doe. En met veel plezier ook nog. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Omdat ik merk dat, in Almere merk ik dat als je zo'n expertise hebt van jaar achter elkaar, dan kun je dat heel makkelijk, want die mensen beginnen daar allemaal. Dus dat is heel makkelijk om ze te corrigeren of informatie te geven. Ja, ja. Dat is heel plezierig om dat te merken, dat zo gaat. Ja. En u had het net al in het begin al over van, vroeger was het eigenlijk not done om te publiceren. Ja, nou, not done. Het was niet zo gebruikelijk zoals het nu. Nee, je mocht niet ambitieus zijn. In die tijd mocht je niet ambitieus zijn. Ja, maar nu hoor je wetenschappers wel klaar over de publicatiedruk. Ja. Hoe kijkt u daarnaar? Ik denk dat, kijk, wat in Nederland gebeurde is dat wij op een gegeven moment kregen wij die onderzoekscommissies. Ja. De voorwaardelijke financiering was daar een begin van. En die onderzoekscommissies die moesten bekijken of wij goed onderzoek deden en of we wel produceerden. En het belangrijkste toch bij onderzoeksevaluatie is de productie. Dus het aantal promovendi wat er rondloopt, de publicaties die ze genereren. Meetbare gegevens en de impact daarvan. Ja, ja. Want je kunt wel een heleboel produceren, maar als niemand dat ooit op terugkomt, dan heeft dat niet zoveel zin. Ja, ja. Het moet wel helpen om de boel vaart te Maar hoe kijk je bijvoorbeeld naar die affaire Stapel? Ja, dat is jammerlijk. Ik denk dat je dat wel vaker, we hebben nu ook een aantal gevallen gezien van mensen die gewoon de boel belazen. En ik denk dat, ik weet niet of dat alleen maar door die publicatiedruk komt, maar ik denk dat sommige mensen niet verdragen dat wetenschap tijd kost. En eigenlijk sneller willen publiceren dan de data gegenereerd kunnen worden. Dan is een optie om ze te verzinnen, dat komt niet veel voor, maar het komt voor, dat weten we nu. En zoals ook datamanipulatie veel voorkomt. Hè. Er zijn recent een aantal onderzoeken over verschenen. Ja. Ook Amerikanen die hebben dat gevraagd. Hoe vaak manipuleer je of ga je nog maar eens analyseren? Of doe je er 5 proefpersonen bij, want dan wordt het net significant. Dat soort dingen komt veel voor. Ja. En dat kwam 30, 40 jaar geleden niet of nauwelijks voor? Maar toen, als er weinig publicaties zijn, dan gebeurt dat niet. Maar er zijn toen ook natuurlijk wel mensen geweest die de boel belazerden. Maar misschien op een andere manier. Ja. Kijk, verhalen maken is toch iets wat veel psychologen doen. Ja. En toen in ieder geval ook deden. En of dat waar is of niet waar, dat doet er dan vaak niet zo erg toe. Ja. Dat is in therapie ook zo. Ja. Therapie is niet zo, het gaat niet om de waarheid, maar het gaat om jouw waarheid. Ja, precies. Dat is ook het probleem bijvoorbeeld in dat werk wat we doen bij de expertisegroep. Dat doet u al lang? Ja, 86 geloof ik. Sindsdien? Ja. Nee, 96. En hoe bent u daar terecht gekomen? Nee, dat is niet waar. Het is 2006. Het is nog niet zo heel lang. Okay. Want het rapport is van later. En hoe bent u daarin terecht gekomen? Op een gegeven moment was het probleem van de heer Von der Henningen speelde heel erg als conflict. De memory wars, dat heb ik wel van gehoord. Ja. Daar is het eigenlijk een gevolg van. Ja, ja. Dus er waren in Nederland groepen die heel erg geloofden in Jolanda, dat beroemde geval. En mensen die maar dingen produceerden. Jolanda uit Epe. Ja, ja. En er waren ook mensen die dat steunden, die dat geloofden. En die gingen uit van ideeën over het geheugen, die
klinisch misschien wel aardig waren, maar die gewoon feitelijk niet klopten. Dus je dacht bijvoorbeeld, als iemand heel precies kan vertellen over gebeurtenissen in het verleden, dan is het ook gebeurd. Dat is natuurlijk onzin, want dat zegt helemaal niet dat het gebeurd is. En die geloofden ook in die verhalen van mensen. En die vonden ook dat je die verhalen moest accepteren. En daar speelde een belangrijke rol dat mensen hervonden herinneringen. Mensen kwamen in therapie en gingen toen ineens herinneringen produceren over misbruik in het verleden. Dat was een enorm probleem, want het is heel moeilijk om te checken of dat met de waarheid samenhangt, of dat samenhangt met reële gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben, of dat alleen maar verhaal is van die persoon. Ja, plus dat je ook andermans leven daarmee volledig En daar hadden de mensen die met geheugenonderzoek bezig waren, Wagenaar, een andere psychonomen, die hadden daar enorme problemen mee. Want die vonden dat het gewoon niet klopte, dat dat niet hoefde. Het hoeft niet zo te zijn dat als je een herinnering ophaalt, dat dat ook samenhangt met iets wat werkelijk gebeurd is. En toen heeft de Gezondheidsraad een commissie ingesteld op grond van problemen. Dat waren toch enorme problemen op dat moment. En tegenstelling maar heel fel. Ook de Boldekar VO speelde in die Al die dingen. En dat maakte dat echt een issue was ook in de gezondheidszorg. Omdat het idee ook was dat veel therapeuten dat soort problemen bij mensen aanpraten. Of als interpretatie aanreikten, terwijl dat misschien helemaal nergens op sloeg. Ja. Nou, en toen is de commissie gemaakt. En de commissie bestond uit mensen die heilig geloofden in die therapeutische benadering. Ja. En de psychonomen. En ik was voorzitter van die groep. En wat heel belangrijk was in... Het was heel spannend of dat zou lukken, of die mensen elkaar zouden mogen en redelijk zouden praten met elkaar. En het wonderbaarlijke was dat dat wel gebeurde, in alle redelijkheid. En de angel werd er waarschijnlijk uitgehaald om in de eerste vergadering, zei Willem Albert Wagenaar, het hervinden van herinneringen. Ja, dat is heel gewoon. Dat doet iedereen misschien elke week wel een keer. En dan denk je, oh, dat wist ik niet meer, maar dat is op zich niet bijzonder. Maar de vraag is of dat gebeurt op die manier bij seksueel misbruik. Ja. Dus of mensen echt niet meer wisten dat ze misbruikt waren en dan ineens weer wel wisten. Maar omdat hij dat zei, dat hervonden herinneringen acceptabel waren, was de angel er eigenlijk uit wat dat betreft. Want die mensen, die klinische mensen, dachten daarover moesten gaan vechten, dat je iets kon hervinden. Kom, wacht, daar gaan jullie naartoe. Die was daar fel tegen, die vond dat niet kon hervinden. Het is de vraag of dat bij misbruik waar is, maar... Ik denk dat je moet accepteren dat het mogelijk is dat mensen dingen hervinden. Ja. Dat betekende dat dat rapport duidelijk maakte dat hervonden herinneringen een probleem zijn. Dat we vaststelden ook dat dat vooral voorkomt in therapieën, dat mensen dingen hervinden. Maar het komt ook wel voor natuurlijk mensen een televisieuitzending zien die misbruikt zijn. En denken, oh, dat heb ik ook meegemaakt. Ja? Of dat al het geheugen... zeg maar weer aanzet om dat op te halen. Ja. Dat kan best. Dus dat betekent dat er een ernstige waarschuwing ging naar de therapeuten in dat eindrapport. Dat was heel belangrijk. En daarin werd dus duidelijk dat als je met mensen praat over dit soort zaken, dat je ze niet geheugencues moet aanreiken die eigenlijk niet berusten op feiten die je kent. Ja. Nou, dat heeft goed gewerkt en dat betekende dat voor justitie ook heel belangrijk werd, want dat was natuurlijk een achtergrond ook, dat zaken waarin hervonden herinneringen een rol spelen, dat die problematisch zijn. Die werden geproblematiseerd eigenlijk door die commissie. En toen was afgesproken met de officier van justitie, door het opperhoofd van die officier, dat als zij... gevallen tegenkomen van hervonden herinneringen, dat ze dat voor zouden leggen aan een groep van deskundigen. En er waren nog wat dingen daaromheen. En dat is in het begin ook veel gebeurd, dat hervonden herinneringen voorkwamen of gerapporteerd werden en dan moest er naar gekeken worden. En dan kon je heel vaak uit het protocol of uit het verhoor al afleiden dat dat gewoon in therapie geproduceerd was. En dan kon je vragen aan die therapeut, hoe kom je daarbij dat soort dingen gebeurde toen. Langzamerhand is dat veranderd en zijn allerlei conflicten over seksueel misbruik aangemeld door die officieren, omdat ze daar ook niet uitkomen. Die zijn gewoon die expertisegroep gaan beschouwen als een groep die ze kunnen gebruiken om moeilijke beslissingen waar ze voor zijn, om die een beetje aan te kleden. En dat is wat nu tegenwoordig veel gebeurt eigenlijk. Wij zien af en toe hervonden herinneringen, maar meestal vechtscheidingen zoals dat tegenwoordig heet. Ja. Laatste vraag, we moeten in verband met de tijd afronden.
U zit weer op de middelbare op het lyceum in Zeeuws-Vlaanderen. Ja. U staat voor de keuze om te gaan studeren. Ja. Zou het dan weer via chemie psychologie worden? Of, Nee, ik weet dat eigenlijk niet. Omdat, kijk, toen in die tijd had ik had inderdaad geen idee van wat ik wilde. Het is niet zo dat ik thuis gehoord had van je moet dat of dat gaan doen of zus of zo gaan doen. Mijn broer had geneeskunde gekozen. Ja. Hij dacht, nou dat ga ik in ieder geval dan niet doen. Waarom weet ik niet, maar dat doe ik dan niet. Maar wat dan wel? En ik had wel, in mijn middelbare schooltijd was ik wel bezig met biologische dingen. Ik had petrischaaltjes en allerlei mengsels daarin doen en kijken of dat schimmels kwamen. Maar ik had een boek daarover en dat gebruik ik daarvoor. Misschien dat gemaakt heeft dat ik dacht, nou ik ga biochemie doen. En dat was ik ook gaan doen. Maar ik heb al verteld dat aanvankelijk was dat zo saai, dat die practicum tijd, ja. dat ik daarvan afgezien heb en in de psychologie ben gaan werken. Ja. Ja. Ik zou nu, zou hopen dat ik nu op de middelbare school wel kennis heb over wat je allemaal kunt doen met je middelbare school. En een duidelijker interesse. Nu, vanuit wat ik nu weet, zou ik kiezen voor cognitieve neuroscience, denk ik. Zeker. Want dat is hartstikke spannend. Maar dat weet ik dus eigenlijk niet. Nee, ik bedoel, dat is natuurlijk ook... Je weet niet wat nu de situatie zou zijn. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Ja, dank je wel.